Hallo, welkom bij Guillaume in Beeld. We staan hier bij een rotonde en zoals je weet kun je hier verschillende richtingen op. Dat geldt ook voor onze leerlingen, ook zij gaan verschillende richtingen in. Vandaag wil ik jullie meenemen naar de leerstroom dagbesteding en de leerstroom arbeids. We gaan naar de groenafdeling en we gaan een kijkje nemen bij een aantal stageplekken. Kijken jullie ook weer mee? Hey! We zijn bijna bij de Duitse grens. Daar staan we dan in Duitsland voor een dierenartsenpraktijk. En je kunt je afvragen waarom. Dat is omdat er één leerling vanuit onze school hier stage loopt. En dat vond ik machtig interessant. En die leerling is Sienna. Hallo, kom mee. Kijk mee. Wat dit is? Dit is de controlekamer voor dieren. Hier worden ze onderzocht op ziekte of breuken. Wat dit is? Dit is de operatiekamer. En wat doe ik? Opereren. En controleren op beademing van dieren en ik kijk of ze wakker zijn of slapen. Ik gebruik dit infuusapparaat, narcose, voor controle. Kijk, hier werk ik met de microscoop. Ik controleer hier de huid van een vis, of deze goed is of niet. Je werkt hier samen met collega's. Hoe gaat dat met de communicatie? Nou, ik gebruik de computer of de mobiel om Nederlands naar Duits te vertalen. En ook gebruik ik visueel mijn handen en gebaren. Dat gaat prima. Mooi, dat is toch fantastisch. En werk je dan alleen binnen in de dierenartsenpraktijk? Nee, ook buiten bij klanten die grote dieren hebben zoals paarden, koeien, schapen en varkens. Veel verschillende dieren. Zoals dat we hier zien? Ja, zo. Oké, en hoeveel dagen loop je stage? 3 dagen per week. En dan ben je na de zomervakantie klaar? Na de zomervakantie ga ik de leerwerkopleiding doen op de dierenartspraktijk. Dat is gecombineerd werken en leren. Wauw, geweldig zo'n combi. Nou, ik wens je heel veel succes met je studie en je verdere Dankjewel. Toekomst. Nou, dit is de groenafdeling, onderdeel van de leerstroom arbeid en dagbesteding. Leerlingen leren hier het groen verzorgen en het dieren. Groen bijvoorbeeld het zaaien van kruiden en planten water geven en bijvoorbeeld bij de dieren hoe je konijnen kunt voeren. Klein onkruid die er groeit moet ik wegdoen. Ik ga konijnen eten geven. Dit is munt. In een kopje met warm water. En je hebt lekkere muntthee. Hier dan een lekkere aardbei. Ik ga hier op bezoek bij een werkplek van een leerling. Dus jij werkt hier? Nee, ik loop hier 3 weken stage. En wat houdt die stage dan precies in? Nou, wat ik doe zijn een heleboel verschillende dingen. Ik help in de keuken en dan snij ik het vlees of de groenten. Wat ik net gedaan heb is de tafel dekken. Soms maak ik de vloer schoon, dus ik doe een heleboel verschillende dingen. Echt heel leuk. Mooi, leuk om te horen.
Straks heb je je stage afgerond. Wat ga je dan doen? Hierna ga ik de mbo-entreeopleiding doen, luchthaven. Daar heb je 3 verschillende richtingen. Beveiliging, catering of techniek. Ik kies voor catering, want dan kan ik gewoon verder gaan. Fantastisch, wat een mooie aansluiting. Hier in de catering en dan straks ook weer verder in de catering. Dankjewel dat wij hier mochten komen kijken. Succes! Je hebt net al die verschillende beelden gezien. En achter mij staat een mooie pruimenboom. Toen die hier werd geplant was hij dun en iel. En hij is uitgegroeid tot een echte pruimenboom. Dat is net als onze leerlingen. Die komen hier binnen, ook jong, onbevangen. Leren van alles, maken een enorme persoonlijke ontwikkeling door. En na hun GIO-periode gaat de een naar de dagbesteding. De ander vindt werk en weer iemand anders gaat naar de mbo-entreeopleiding. Tot de volgende keer. Dag.